van harte welkom aan mijn gasten. In deze medische crisis is de hele wereld ons speeltoneel. Pandemie zegt het natuurlijk al, de ziekte laat geen plek op de wereld ongemoeid. Tijd voor een internationaal en medisch perspectief met twee heel zichtbare D66'ers. Allereerst Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Heeft als voormalig diplomaat natuurlijk veel ervaring met crisis op allerlei plekken en maakt zich nu sterk voor internationale solidariteit in de aanpak van corona. Welkom. En begin februari beleefde hij in één week zijn beëdiging als senator voor de Eerste Kamer voor D66 en slapeloze nachten in de hoedanigheid als hoofd van de intensieve care van het Universitair Medisch Centrum Groningen, Peter van der Voort. Ja, om dan maar even met de medische crisis te beginnen. Peter, hoe is het bij jou in het ziekenhuis? Nou, het is nog druk. Het is wel zo dat de afgelopen week zo'n 150 patiënten de intensive care hebben verlaten. Maar als je dat relateert aan de 80 IC's die er zijn, betekent dat dus maar 1 of 2 patiënten per IC minder. Dus we werken nog steeds heel hard. En dat is ook meteen mijn zorg. Hoe houden we dat heel lang nog vol met elkaar? Maar het is dus nog druk. Ja, hoeveel hoger ligt de werkdruk, schat je in? Nou, we hebben nu 77 bedden in de lucht, terwijl we normaal gesproken 35 bedden draaien. Dus dat is wel een aanmerkelijke toename van drukte. Ja, dat is zeker aanmerkelijk. Dankjewel. Ik kom zo bij je terug, Sigrid. Ja, van een ver van je bedshow ergens in China met een raar virus tot iets wat ons allemaal raakt. Hoe gaat dat voor een minister als het duidelijk wordt dat de crisis echt heftig wordt? Wat gebeurt er dan? Ik denk dat je om een onmiddellijke omschakeling gaat. Het is natuurlijk aan de ene kant hebben we het allemaal een beetje zien gebeuren, die verschuiving. Inderdaad, als je nu terugkijkt als kijkers ook van kerst naar nu, dan lijkt het een eeuwigheid. In de persoonlijke gebeurtenissen, mensen die dierbaren zijn verloren, die hun werk kwijt zijn, kinderen die opeens thuis zitten. Dus die enorme omschakeling, gedwongen, is natuurlijk heel radicaal. Het lijkt heel ver weg. En natuurlijk voor de ministerraad is het een kwestie van managen, risico beheersen, alle focus op de gezondheidszorg. Maar in functies zoals de mijne is het ook een kwestie van juist vooruitkijken. Want mijn crisiservaring elders, vaak in oorlogsgebieden, is dusdanig dat je weet, je moet beginnen met de wederopbouw, het herstel, het nadenken daarover, het investeren daarin. Vanaf het eerste moment van de crisis, dat lijkt heel gek, dat is heel tegennatuurlijk voor de mens, want je bent in het nu. Overleven, kijken wat er gebeurt, informatie, crisis, wat weten we. Maar je moet meteen eigenlijk al verder kijken. Want we weten, we moeten verder, we gaan verder. En zeker vanuit Nederland hebben we de middelen, we hebben de kennis, we hebben de kunde. Dit is het ergste wat ons is overkomen in 75 jaar. Maar we kunnen hier ook weer bovenop komen. Het wordt moeilijk. Daar moeten we geen doekjes omheen winden, denk ik. Maar we kunnen heel veel. En dat is natuurlijk ook de hoop, de kracht en het vertrouwen wat moeten hebben. En in mijn positie, omdat ik niet eerste lijns ben, ik doe niet gezondheidszorg, of bijvoorbeeld justitie en veiligheid, heb ik natuurlijk de plicht en de verantwoordelijkheid om te kijken hoe we zowel elders in hele fragiele staten mensen kunnen helpen, maar ook weer die handelsketens gaan op te bouwen. En daar ben ik heel hard mee bezig. Dus dat is stil werk, ja, maar heel belangrijk. Dus je zet eigenlijk al lange lijnen uit, terwijl we nu nog midden in de crisis zitten. Absoluut. Wat gebeurt er nou, wat zie je gebeuren als het nieuwe normaal is zo acuut ontstaan? Inderdaad, kerst lijkt een eeuwigheid geleden, ja. Dat is ook zo. Wat heb je dan nodig van leiders? Nou, ik denk dat je in de eerste plaats sowieso kennis en rust. Nooit in paniek raken. Misschien voel je dat, maar dat weet denk ik onze arts ook. Je weet vaak heel weinig. En zoals premier Rutte zei terecht, we varen eigenlijk met heel weinig kennis in het onbekende. Maar ik heb die ervaring zelf ook uit andere gebieden. En je weet dat je weinig weet. Je omringt je door de experts. Je maakt de juiste afweging. Maar je moet wel de verantwoordelijkheid durven nemen voor de besluiten die je hebt genomen. En ook midway, als het blijkt dat het verkeerd uitpakt, moet je kunnen zeggen, in alle transparantie met de informatie die je deelt, die je communiceert, in de gesprekken met bevolking, met alle betrokkenen, dat je zegt, we doen een koerswijziging, we passen aan. Maar je moet wel een strategische visie hebben. Met gezondheidszorg is natuurlijk ontzettend lastig, want we zijn ook geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons eigen bestaan, laten we wel wezen. In veel andere landen weten mensen, ik ben blij als ik overleef. Wij hebben toch eigenlijk wel het privilege van een levensverwachting met elkaar opgebouwd. Maar als je kijkt naar het sociaal-economische, moet je kijken wat je nodig hebt en wat je wilt geven en wat voor samenleving je wilt zijn. Hoe de rechtsstaat overeind blijft, hoe we de democratie levend houden en ook natuurlijk de banen,
de functies en hoe we die vitale beroepen die we nu weer zien in de zorg, in het onderwijs, in transport, politie, alles, de brandweer, de mensen die het in het OV werken, hoe we die weer waarderen en ook in de toekomst weer erkennen wat voor belangrijke beroepen zij in alle lagen door in de samenleving heen vervullen. En daar moet je in investeren, moet je aandacht voor hebben. En er is een kans op innovatie. Kijk naar ons congres. Wij hadden natuurlijk nooit gedacht, liever niet onder deze omstandigheden, dat we hier met elkaar digitaal communiceren. Maar online biedt heel veel. We kunnen er wel veel beter in worden. We kennen allemaal die filmpjes, denk ik, van ben jij daar, kan je niet horen. Oh ja, nee, je bent de helft van de tijd soms in een gesprek bezig om te zorgen dat je online bent met elkaar. Nou, het digitale, de digitale economie, qua onderwijs, qua kennis delen, liggen heel veel kansen. Dus ik kijk ook naar de kansen. Ik bedoel, het is geen cliché om te zeggen dat je in een crisis het beter terug kunt bouwen. Oftewel, je herstel, daar ligt de veranderingsmoment. En ja, voor mij is de grote vraag ook duurzaamheid. Ja. Dus het is niet meer, kunnen we het betalen? We moeten ervoor willen betalen. De reset van de economie, die komt zo dadelijk ter sprake ook met Stientje van Veldhoven. Solidariteit is eigenlijk ook iets wat je niet letterlijk benoemt, maar wat doorklinkt in in je hele verhaal. Dat is natuurlijk ook iets wat speelt in ziekenhuizen. Groningen nam ziekenhuizen of patiënten over uit Brabant. Maar hoe ga je daarmee om als je weet dat de druk in je eigen ziekenhuis met de eigen patiënten uit de eigen regio misschien ook nog wel heel groot gaat worden? Ja. Is dat lastig? Ja, maar weet je, als professionals, verpleegkundigen en dokters wil je aan iedereen die dat nodig heeft goede zorg leveren. Dus als mijn collega's elders in het land een noodkreet hebben dat het hun niet meer lukt om die goede zorg te leveren, dan ga je elkaar natuurlijk helpen. En dan kijk je natuurlijk ook wat voor capaciteit je hebt en wat er nog nodig is voor mensen die dichterbij wonen. Maar daar hebben we steeds een hele zorgvuldige afweging in gemaakt. Maar de basis is dat iedereen die goede zorg en intensive care zorg nodig heeft, die moet dat krijgen in Nederland. Of je nou uit Brabant komt of uit Groningen. En dat hebben we denk ik met elkaar best heel goed in samenspraak gedaan. Ja, de crisissituaties die zetten mensen onder grote druk. Sigrid haalde het net ook al aan dat jij dat in jouw werk natuurlijk ook meemaakt. Hoe gaan jullie daar intern mee om als team? Ja, we hebben het natuurlijk aanzien komen vanuit China, vanuit Italië. En we zijn denk ik op tijd begonnen met goede plannen maken hoe wij een grote stroom van intensive care patiënten aankonden. En natuurlijk kunnen we daar nog weer lessen uit leren voor de volgende keer. Maar op zichzelf hebben we daar wel leiderschap getoond als intensivisten en als verpleegkundigen op de intensive care. En hebben wij het werk gedaan wat moest gebeuren en wat nu natuurlijk nog doorgaat. Want de komende maanden, misschien wel jaren, is een toegenomen stroom aan intensive care patiënten. En die zullen we allemaal goede zorg moeten gaan leveren. Ja. Ik wil eigenlijk nog iets inderdaad voortbouwend op wat Peter zegt. Ik denk dat artsen dat ook herkennen. Leiderschap is natuurlijk ook het eerlijke verhaal vertellen. Precies. Het is extreem belangrijk als je leiderschap toont dat je er bent. Ja. Dat je ook voor de mensen voor wie je bent, dat je daar aandacht aan besteedt. Dat je laat zien dat je begrijpt waar ze mee worstelen. En dat je daar ook iets mee doet. En dat je dat je eerlijk bent, transparant, ook over de dingen die nog onduidelijk zijn. Dat kan je ook best vertellen. Ja. En mensen begrijpen dat ook. Dat je met de beperkte kennis die er is, besluiten neemt en dat je dat steeds weer bij gaat stellen. Maar eerlijkheid is extreem belangrijk. De kennis over deze ziekte is ook nog volop in ontwikkeling. Wat neem jij mee vanuit je situatie, je ervaringen vanuit crisissituatie in het buitenland? Je hebt echt in extreme situaties gewerkt. Oorlogscrisissen meegemaakt. Wat neem je daarvan mee wat je kan vertalen naar het werk hier? Ik denk de grote boodschap die ik daarvan meeneem, dat de mens veel meer kan. En als je in staat bent gesteld en je leeft in een vreedzame samenleving waar de rechtsstaat, zoals bij ons, centraal staat. We hebben de middelen, ook in recessie, beperkter, om met elkaar eruit te komen. Dan is de boodschap respect, gedeelde verantwoordelijkheid, kijken naar elkaar en die opbouw, de sociale cohesie van de samenleving juist behouden, dan kom je een heel eind. Het mooiste is altijd te zien dat eigenlijk in gemeenschappen waar mensen leven, vluchtelingenkampen, ontheemden, de armste der armen in de buitenwijken, van grote steden, waar niets is, die zijn het meest solidair met elkaar. Dus ik zou ook weer een duidelijke oproep willen doen om het woord solidariteit ook weer politieke zin te geven. Dat zal een heel belangrijk verhaal worden hoe we de samenleving en de economie weer gaan inrichten in de periode van de recessie.
En ook al zijn wij eruit in Nederland, we moeten dat in Europa doen. We moeten slim kijken naar de andere landen, de behoeften, hoe we samen het grotere verhaal kunnen vertellen. En daar natuurlijk ook niet andere mensen elders uit oog verliezen. Want ik blijf het maar beroepen en zeggen, en natuurlijk voor een D66er klinkt dat als een soort een 101 verhaal. Maar als we het al niet willen doen uit medemenselijkheid, gedragen solidariteit, dan is het ook nog verstandig. Want we kunnen niet het hebben over ziekteaanpak, bestrijding van virussen, stabiliteit of instabiliteit, irreguliere migratiestromen als we niet mondiaal denken. Maar de kracht van Nederland zit juist in de verbondenheid met Europa. Daar moeten we in durven, daar moeten we compromissen in sluiten en dan moeten we niet vanuit eigen positie alleen denken, laat staan onderhandelen, want dan kom je echt niet ver. En dat zien we keer op keer. Samen in Europa, met Europa. En het waardeverhaal zal nog belangrijker worden. Toch krijgt Nederland daar behoorlijk kritiek op de solidariteit die wij tonen met andere Europese landen. Ja, je kunt soms, weet je, Nederlanders zijn er nooit onbekend gestaan, denk ik, dat wij nou de ultieme diplomaat zijn als het gaat om de eufemistische boodschap. De kracht van Nederland is dat we het ook inderdaad het helder zeggen. Soms moet je dat een beetje aanpassen internationaal. Maar we hebben onze weging. Het kabinet heeft dat natuurlijk ook. We willen er met Europa uitkomen. Het D66-verhaal is natuurlijk juist een krachtig Europa. Een stem in de wereld. Ook juist als je kijkt naar een stem geven. Weerklank juist. Een recht rug hebben ten opzichte van de populisten. Jeuken jouw handen dan niet als diplomaat om daarin te springen? Nee hoor, ik heb een drukke baan. Ik doe wat dan sommige mensen noemen de rest van de wereld. Ik noem het de wereld en Nederland daarin en Nederland, de wereld met Nederland. Wij denken als kabinet één, we wisselen ideeën uit en ieder is verantwoordelijk voor het eigen verhaal. Maar iedereen draagt het kabinetsverhaal uit. Maar we zijn hier op een D66-congres, dus ik denk ook met onze blik op de toekomst en Europa. En nog die koppeling toch even naar de populisten. Het is nu ook een tijd als het slechter gaat, dat weten we ook. Als er verdeling komt van schaarste, keuzes gemaakt moeten worden. Dan moet je heel scherp blijven op wat voor land je wilt zijn. Hoe je in de wereld wilt staan. En Europa is daar ons anker. En dan moeten we soms met moeilijke gesprekken, dat hoort ook bij diplomatie, bij politiek. Want diplomatie en politiek zijn eigenlijk hetzelfde. Moet je moeilijke gesprekken aandurven en daar komen we altijd uit. Dan een vraag die binnenkomt vanuit onze kijkers voor Peter. Anjani vraagt, wat is je verwachting over hoe lang onze 1,5 meter samenleving gaat duren? Ja, daar, ik denk nog wel een heel tijdje, want er is nog maar een klein deel van de bevolking die het virus heeft doorgemaakt en daar immuniteit voor heeft opgebouwd. Dus als dat toch het grootste deel van de bevolking moet worden, dan gaat dat nog maanden en misschien zelfs wel jaren duren. Tenzij we natuurlijk een vaccin ontwikkelen. En tot die tijd moeten we het gecontroleerd door het land laten gaan. En die 1,5 meter afstand is een heel belangrijk instrument om die controle te houden, zodat we het als zorgsysteem ook aankunnen. Dus ik denk nog maanden en misschien wel jaren. Ja, het is ook belangrijk dat we steeds meer te weten komen over de ziekte zelf. Jij hebt een verband met obesitas ontdekt. Nou, we hebben een onderzoeksgroep samengesteld in het UMC Groningen met virologen, celbiologen, klinici. En we hebben gekeken naar de vaste patronen die het ziektebeeld laat zien. En daar hebben we gekeken van hoe ontstaan nou de verschillende symptomen achtereenvolgens en wat ligt daar aan ten grondslag. En een van de sleutels daarin is het buikvet. Die speelt daar een rol in. En daar hebben wij wel die puzzel hebben we wel gelegd. We begrijpen nu wel hoe dat ziektebeeld in elkaar zit. Ja, buikvet en corona, dat is geen topcombinatie. Nou, waarschijnlijk gebeurt in het buikvet, daar worden stoffen geproduceerd die de ziekte verergeren. Dus dat speelt daar een rol in. Ja, duidelijk. Voor Sigrid is ook een vraag binnengekomen van Marloes. Ze zegt, u bent mijn heldin. Denkt u dat, dat is altijd prettig. Denkt u dat de crisis internationaal zal zorgen voor meer solidariteit of angst? Dat is inderdaad toch weer dat spanningsveld waar u net ook al aan refereerde. Nou ja, het eenvoudige en misschien wel reële antwoord is waarschijnlijk beide. En daarom moeten wij ons, denk ik, als leden van het kabinet, maar ook natuurlijk als partij juist inzetten op wat solidariteit betekent. Waarom het belangrijk is en dat het niet een goedkoop woord is. Het is ook niet een woord uit het verleden, het is het nu en het is hoe je samen een nieuwe toekomst kunt creëren door internationaal samen te werken, oog te hebben voor anderen. Zoals we dat doen, juist nu ook in Nederland, moet je dat ook doen voor mensen ver weg. Het virus kunnen we alleen maar verslaan als we de zwakste schakel in het hele systeem aanpakken. En dat is ook juist ver weg
in vluchtelingenkampen, in hele arme landen. Maar het is een boodschap en het is een oproep. En het is dus ook een oproep om juist die rug te rechten en te durven zeggen hoe wij het zien. En je wordt gebackt, om het zo maar te noemen, je wordt gesteund door de feiten, door de analyse van de Wereldbank, van het Internationaal Monetair Fonds. Dus daar zitten harde data achter. Dus daar is een verhaal, daar kun je op investeren, daar moet je keuzes in maken. Dan is altijd meteen het antwoord wat ik vaak op Twitter terugkrijg van deze en gene. Nee, we moeten eerst alles op orde krijgen in Nederland en dan misschien kunnen we verder kijken. En dat vind ik dus een valse tegenstelling. Dat zou zo kunnen zijn in de soort of 18e, 19e eeuw misschien. Zelfs toen niet, want we zijn altijd al internationaal georiënteerd geweest, laten we wel wezen. Als je dat allemaal lekker eigen huis, eigen dorp kon regelen. Zo zit de wereld niet meer in elkaar. En die keuze om dramatisch terug te vallen naar een tijd die al lang voorbij is, lijkt mij geen verstandige weg om juist deze crisis te managen en een andere toekomst op te kunnen bouwen. Hier liggen ook in drama, liggen weer kansen. En vooral als we die hoop vastpakken en dat slim doen. Ja, wat betreft de solidariteit, dat zie je ook heel mooi in de zorg. Dat hebben we in Nederland en kunnen managen door solidair te zijn met elkaar. Maar ik denk dat dat een voorbeeld is hoe je dat ook op grotere schaal, Europees en daarbuiten, zou moeten doen. Ja. Dat is de enige manier om echt de crisis het hoofd te kunnen bieden. Ja, hoe het dus ook eigenlijk geen zin heeft om te denken in termen van, oh, hier staat een bed, dus hier halen we onze patiënten. Of je moet dat ook grensoverschrijdend bekijken binnen Nederland en in een internationale context. Ja, en solidariteit is de basis van een zorgstelsel, laten we wel zijn. Ja. En dat heeft altijd goed gewerkt. Dus dat kan je breder uitdragen en gebruiken en daarmee kan je mondiaal deze crisis aan. Er is natuurlijk ook wel een discussie geweest over het totale aantal IC-bedden. Wat zegt deze crisis over de status van onze zorg? Moet daar iets aan gebeuren? Wordt het een aandachtspunt voor D66 ook bijvoorbeeld in het nieuwe verkiezingsprogramma? We hebben betrekkelijk weinig IC-bedden in Nederland en dat was oké, want we hebben een hele efficiënte gezondheidszorg waarmee dat ook mogelijk was. Ik wil niet zeggen dat we per se meer IC-bedden nodig hebben in de toekomst, nu wel om deze coronacrisis te lijf te gaan. Maar of dat voor de langere termijn moet, weet ik niet. Ik denk dat we wel moeten groeien naar een zorgstelsel waar er meer wendbaarheid is, waardoor je makkelijker met veranderingen om kan gaan, welke zin dan ook. En daar zo zullen we wel met elkaar over na moeten denken, om hoe we dat kunnen inbouwen. En ik denk dat D66 daar met de manier van kijken naar de wereld en naar de mensen daar een hele belangrijke rol in kan spelen. Ja. Daarop reageren? Ja, ik vind het een heel mooi verhaal. Zoals je eindigt ook met de mens. We moeten ook weer alles wat we doen, de keuzes, moet, zou je zeggen, de mens centraal staan. En ik denk die bewustwording, de mens met anderen, voor anderen. Daar moet je je systeem op inrichten. En dan kun je ook je economie op een andere manier weer opbouwen. En we moeten het echt niet vergeten, de duurzaamheidskwestie, het vergroenen van alles wat we doen, ook onze investeringen, dat is ontzettend belangrijk. Als we het nu niet doen, dan krijgen we de ene na de andere crisis in de toekomst, zijn we niet tegen bestand. En het is geen kwestie van luxe. En het is ook, zou ik eigenlijk meteen hier al echt willen stellen, als mensen gaan proberen om te zeggen, nee, we moeten eerst uit deze recessie gaan komen voor we zogenaamde luxe ideeën als verduurzaming en vergroening kunnen betalen. Dat is niet zo. Dat is ook weer een valse tegenstelling. Dit is echt een moment waarop we moeten doorpakken en moeten veranderen en de technologie en kennis die we hebben nog meer uitbouwen en gebruiken om de planeet echt van de toekomst levenswaardig te maken. Niet alleen voor onszelf, maar voor toekomstige generaties. Dit is echt het grotere verhaal. Dank jullie wel voor jullie bijdrage en jullie ongelooflijk belangrijke werk. Ik wens jullie daar veel wijsheid en succes bij. Dank jullie wel, Peter en Sigrid. Dank je wel, Peter.